Ja, welkom. Ik ben Find the Creator en je bent beland in deel 3 van de serie Clubhouse. In deze serie ga ik in op wat Clubhouse is, waar je het voor kan gebruiken, hoe je je voordeel ermee doet. In deel 3, dit hoofdstuk of dit deel, wil ik het graag hebben eindelijk nu over de voordelen van Clubhouse. Want wat voor zin heeft het nou om jezelf te organiseren in verschillende clubs op Clubhouse en thema gerelateerde onderwerpen te bespreken? Nou, heb je eigenlijk al het antwoord gegeven. Ik zeg thema gerelateerde onderwerpen. Ja. Dit networking platform Clubhouse geeft jou en mij de gelegenheid om jezelf in clubs te vergaren en thema gerelateerd te discussiëren. Noem maar één ander platform waarbij dit kan. Waar je op thema de discussie aan kan gaan met elkaar, alsof je in een woonkamer met elkaar een discussie voert. Ja, dit is de macht en kracht van Clubhouse. Dit is eigenlijk wat Clubhouse is. Maar de magie begint niet met de velende honderden en straks miljoenen groepen die daar straks aanwezig zijn, hoor nee. De magie begint daadwerkelijk binnen de groep. De voordelen ga je pas merken wanneer je aanwezig bent of lid bent van bepaalde groepen. Laten we een voorbeeld noemen. Radiobestuurbare vliegtuigjes. Jij bent ontzettend fan van radiobestuurbare vliegtuigjes en wilt jouw kennis over radiobestuurbare vliegtuigjes omhoog rikken. Goed, ja, maar je maakt je lid van de eerste beste groep die je tegenkomt, of misschien op basis van referentie wordt geadviseerd van misschien, Farello, Find the Creator, is dit wat voor jou? Jij moet in deze groep aanwezig zijn. Binnen die groep ga je individuen tegenkomen die wellicht in hun kennis of daar waar zij staan veel verder zijn dan jou. Clubhouse faciliteert het gesprek, maar faciliteert ook iets heel magisch. Het vermogen om elkaar vooruit te kunnen brengen in onze hobby, in ons werk. Werkelijk elk ding wat je kan verzinnen, kan Clubhouse een toegevoegde waarde zijn. Hoe immers is het mooi wanneer je rechtstreeks of directer kan praten tot mensen die meer verstand hebben van radiobestuurbare vliegtuigjes dan jij. Je kan ze rechtstreeks directe vragen stellen. Je kan bijna zeggen, they cut out the middleman wanneer het gaat om informatie en kennisvoorziening. Kijk, het internet, het wereldwijde internet, dat is eigenlijk de grootste encyclopedie die er is. Maar voordat jij jouw antwoord hebt gekregen, ja, daar ben je toch echt wel even bezig mee. En dan komen we op het tweede stukje dat, ja, die informatie die je dan vervolgens op het internet vindt, wie zegt dat het beproefd en correct is? Ik kan zo een artikel schrijven, ik publiceer het op het internet, iemand vindt het, iemand denkt, voilà, ik heb het Walhalla gevonden, dit is het antwoord of de oplossing van mijn problemen. Maar is het getoetst geëikte informatie? Wanneer je in een context of in een hoeveelheid van mensen bepaalde dingen kan bespreken, komt er vaak iets heel moois uit. Het collectief geheugen of de collectieve kennis gaat vervolgens iets doen voor jou. Als er 9 van de 10 iets roepen, dan zal het al wel zeker waar zijn. Zo is ook het collectief van mensen een van de grootste bronnen die we kunnen hebben, ook moeten uitputten om onszelf in het leven weer verder te brengen. Het zij werk, het zij kennis, wat het ook is wat je probeert te ontwikkelen. Wanneer je die informatie en kennis bij een grotere groep mensen vandaan kan trekken, dan zou je dom zijn als je het niet zou doen. Dus hoe ook die magie tot stand komt en hoe mensen ook georganiseerd zijn binnen de verschillende clubs, zal je ook zien dat er een zekere output van uit moet komen. Wanneer ik een jaar heb zitten rommelen in een groep over radiobestuurbare vliegtuigjes, zal ik aan het einde van het jaar toch zeker wat moeten hebben geleerd. Hebben bijgeleerd over radiobestuurbare vliegtuigjes. Nu heb ik het over slechts één aspect. Maar ook zien we nu dat heel veel politicus of heel veel celebrities op Clubhouse springen. Waarom? Ze vinden het een gigantisch mooie manier om in contact te komen met hun fanbase. Met de mens in contact te komen. Kijk, Clubhouse is niet voor niets in coronatijd geëxplodeerd. Waar we thuis moesten zitten, in quarantaine moesten zitten, zoeken wij naar verbinding. Dus wij zoeken naar verbinding. De mens houdt van verbinden.
En de mens houdt ervan om vooruit te kunnen komen. Dus Clubhouse is één van de hulpmiddelen die je absoluut niet moet onderschatten om in kennis en in persoonlijke ontwikkeling te kunnen groeien. Neem dit zeker mee. Want ben je nou schilder, of ben je een vakman, of wil je wat weten over het weer? Letterlijk alles begint langzaam te ontstaan op Clubhouse. Allemaal verschillende groepen beginnen te ontstaan op Clubhouse. Weet je, een ander voordeel waar we totaal niet over hebben gesproken nog zelfs, maar pas later ook wel steeds duidelijker gaat worden, zijn de commerciële kansen op dit platform. Mijn goede hemel! Op elk platform zijn er commerciële kansen. Laten we even nadenken hoe Facebook is begonnen. Wat hadden we voor Facebook? Maar kijk Facebook nu. Facebook, een van de grootste bedrijven die er is. En kijk hoeveel geld grote brands uitgeven om advertenties te kunnen droppen op Facebook. Ja, Clubhouse zal ook een zeker businessmodel hebben hoor. Maar op hun model is er ruimte ook voor jou en mij om ons te ontwikkelen. Om in te kunnen spelen op kansen in de markt. Dus de early adopters van Clubhouse gaan ook de early mensen zijn die wellicht een businessmodel voor zichzelf hebben gevonden op dat platform. Om dat verder te kunnen uitwerken. Ja, zowaar ik zie Clubhouse hosts in de aanbieding en vacatures voor Clubhouse. Weet je, the sky is werkelijk the limit. Wanneer dit platform de commerciële kansen ook steeds meer gaat laten zien en zich gaat presenteren, dan zullen de voordelen nog meer duidelijk zijn van Clubhouse. Het is een platform wat ontwikkeld. Het is sinds april 2020 pas gelanceerd en alleen nu nog de iOS gebruikers bediend. Laat staan wanneer de markt volledig open wordt gegooid tot iedereen met een mobiel of een smartphone. Ja, the sky is werkelijk the limit. Clubhouse heeft te veel voordelen om op te noemen. Maar de nadelen zijn er natuurlijk ook. Waar we in deze video hebben gesproken over dat je je voordeel kan doen met Clubhouse, omdat je in een club georganiseerd bent en de mensen, individuen van die club maken een club stevig, gefundeerd. Dat je je voordeel ermee kan doen. Zodoende zijn er ook wel haken en risico's aan. Want er zijn voordelen aan het soleren. Hè? Voordelen van op de massa kunnen steunen. Wat betrekking tot kennis en het binnenhalen van kennis. Dat je het niet alleen op eigen kracht hoeft te doen. Dat je niet alleen hoeft te filteren. Kijk, ik zie Clubhouse als een nieuwe manier om kennis en informatie tot mij te krijgen. Zo zie ik Clubhouse. Het is voor mij een andere manier van communiceren. Het is een andere manier van verbinden met mijn medemens. Zo zie ik in feite Clubhouse. Of je nou actief deelneemt aan een sessie. Of je luistert alleen mee. Je bent op dat moment ben je iets aan het opnemen in je brein. Waar vervolgens jouw brein wel wat mee gaat doen. Immers kan je ook gewoon niet op Clubhouse zijn en dit volledig aan je voorbij laten gaan. Ja, de voordelen voor ondernemers zijn gigantisch. Je kan jezelf organiseren in groepen. Je kan gerichte vragen stellen. En waar gericht vraag wordt gesteld, is ook een gericht resultaat. Ja, de voordelen van Clubhouse zijn ongekend nu al heel goed zichtbaar. Maar laat staan waar het platform straks over 5 jaar en over 10 jaar is. Wanneer het in rijpheid is gegroeid. Wanneer het van kind naar volwassen is gegaan. Ik voorzie dat dit een van de grootste nieuwe networking apps wordt voor de aankomende 10 jaar. Doe je voordeel met het beginnen gebruik te maken van Clubhouse. Maar ja, de voordelen. Het is allemaal leuk, Find a Creator. Dat ik
mezelf in groepen kan gooien. En allemaal gerichte vragen gaan stellen. En ja, maar dan moeten toch ook wel nadelen kleven aan, aan het gebruik van Clubhouse. Maar wat zijn dan die nadelen? Want is het alleen maar goed? Is het alleen maar goed? Dat ik me bezighoud met de ene club naar de andere club. Het ene thema naar het andere thema. Waar begint het een klein beetje problematisch dan te worden? Kunnen we dat ook herkennen? Ik ga het daarover hebben in het volgende deel, deel 4. Over wat zijn nou de nadelen van Clubhouse? Kunnen we nadelen benoemen? Blijf kijken, we gaan naar deel 4.